song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Misschien toch als overvoor. Ja, wil jij dat doen? Ik weet eigenlijk niet hoe het overwerkt. In Alphen aan de Rijn woont de vierde au pair die binnenkort naar Hawaii vertrekt. Aisha. Ze woont nog thuis, maar is eigenlijk altijd te vinden bij haar vriend Tom en zijn familie. Ik ben Aisha, ik ben 21 jaar en ik woon in Alphen aan de Rijn. Ik weet nog precies de eerste keer dat wij gingen koken. En jij stond zo, hoe moet ik een ui snijden? Mama, wil je laten zien hoe ik een ui moet snijden? Maar nu heb je jezelf er gewoon in gespecialiseerd, omdat ik geen ui wil snijden. Ja, dat is het. Ik heb echt al heel lang een vriend. Te lang, nee, ik heb al 4 jaar en een paar maanden een vriend. Dus sinds we 17 waren allebei. Jij wilt laatst toch kinderen? Ja, sowieso. Ik wil wel een kindje, maar het liefst adopteren. 3 toch, wil je er? Of 1? Nee, dat is 3 of 1. Ja, dus ik wil er 2. Dus dan wordt 2 wel de middenweg. Nee, want ik wil waarschijnlijk gewoon 1. Dan ga ik er niet nog 1 nemen, dat weet ik wel. Daar heb je toch echt mijn toestemming voor nodig. Ja, dat is waar. Uiteindelijk ben jij de baas. Dat sowieso. Het klinkt zo cliché om te zeggen, maar Tom betekent wel alles voor mij. Als ik hem vertel dat ik er gewoon heel erg doorheen zit of verdrietig ben of iets, dan is hij er gewoon voor me. En dan blijft hij lekker een avondje thuis in plaats van dat hij iets anders gaat doen. Of het beste, dan koopt hij chocola of eten. Ik ben wel echt benieuwd hoe die kinderen op jou gaan reageren. Denk je dat ik daar ook moet koken? Sowieso. Je kan wel koken. Je bent altijd wel innovatief met dat soort dingen. Ik krijg vaak te horen dat ik heel direct ben en soms gemeen. Maar ik denk dat zij het eerder zien als gemeen en ik eerder als eerlijk. En dat kunnen mensen soms gewoon niet hebben. En dan lijkt het alsof ik gemeen ben, maar ik ben gewoon eerlijk en direct. En dat vind ik niet per se een heel slecht iets. Ga je denk ik niet de Hollandse keuken missen als je daar bent? Mis ik dat nu dan? Ik vind stamppot wel lekker, maar je doet nu alsof ik dat elke week eet. Dus ik zal het niet missen. Dat is waar. Het is makkelijk. Ik vind het heel spannend om te gaan. Maar als je dingen niet gaat doen omdat je iets spannend vindt, dan ga je nooit hele mooie dingen doen of hele leuke avonturen beleven. Dan kan ik nooit aan mijn kinderen gaan vertellen dat ik iets heel avontuurlijks heb meegemaakt. Wat ga ik dan vertellen? Dat ik alleen maar in Alphen heb gewoond voor mijn hele leven lang. Ik kom eigenlijk niet echt heel veel buiten Alphen. Dus ik vind als ik naar Rotterdam ga, dan denk ik al, wauw, dit leek bijna het buitenland. Maar Hawaii is dan denk ik nog wel een stapje verder. Hoe lang gaat dit over mee, je wimpers? 2 weken. Ja. Waarom lach je? Jij gaat elke 2 weken naar de kapper, ja. Ja. Ieder zijn ding, toch? Mm-hmm. Ik zie Tom echt elke dag. Elke dag. Ik had ook met bijvoorbeeld corona en zo zaten mijn vriend en ik zo erg op elkaars lip dat ik op een gegeven moment niet naar de supermarkt durfde in mijn eentje. Ik kon dat gewoon niet. Ik kon niks alleen. Helemaal niks. Ik ben zo gewend dat hij er elke dag is en dat ik heel erg aanhankelijk van hem ben. En dat lijkt me fijn om dat niet meer te hebben. Thank you. Blij mee? Ja, ze zijn prachtig. Ja, zo kan je weer even door, hè? Zo kan ik even door. In Hawaii, op het eiland Oahu, gaat Aisha aan de slag bij de familie Aito. I'm Otis. My age is 10. I just go to school, so I don't have a profession. And that's pretty much it. I'm Arlo. I am 9. And I like soccer. That's my favorite sport. My name is Ike. I don't really have a profession except for my favorite one. That's not really one. Is wearing a hat. And then that's it. I'm Jenny. I work from home. I work as a writer and editor for a kids' cooking subscription box. My name's Rich. Work for a beverage distribution company. They work a lot. Yeah, they do. we're a hardworking family. Very good, Otis. I like that. So, we're pretty close and do a lot of stuff together when we're not working, I guess, is the caveat there. But when you're not being the best hardworking mom ever. Thanks, Otis. We also have Haunty here too. Yes, so my sister Heather, who they call Haunty, also lives here. So she has her own stuff. She's not involved with any child raising, but gets to do the fun aunt stuff. She can see the fun stuff here. Vooral vader Rich en zijn jongste zoon Ike kunnen het bijzonder goed met elkaar vinden. Ike
is the most like Rich, for sure. I was gonna say he was the most unique, so that's good. Oh, interesting. And most interesting. Uh-huh. The one thing he doesn't like is being told directly what to do sometimes. And then, what will you do? Cut it off, right? No talking, nothing. Yeah, he used to throw himself on the floor, but he's grown out of that, so yeah. That's... I still do. Well, great. We're working on better ways of handling your feelings, right? Yeah, but what if I can't? If you can't, it's a skill. We're building it, right? Yep. Yeah. It's good. Well, how do we build a skill if it's in our mind? Like, we can't build in our mind. We have to have blocks to build. No, it's like you're practicing and then you're getting better at it in time. It's like a metaphorical block. It's like I don't know. So you have to put a block into your brain? Yes. It's kind of. Oh, so you just take a block and put it in your brain? Yeah. So you just have to cut it open? Yeah. Ja. You got it. Dit kan ik eigenlijk meteen weggooien. Ja, dat kan je wel. Dus ik geen zin om feestjes te schrikken, hè? Ja, het kan. Nee, ik doe het wel daar bij paaltje. Ja, is goed. Is it true? Yes. Ja. Dankjewel. Vorig jaar zou ik meegaan naar New York met au pairs. En toen was mijn vader ziek geworden, dus toen heb ik dat afgezegd. Hij had kanker in de galwegen en uitzaaiing in de lever. En het is eigenlijk gewoon van april dat hij buikpijn had... naar een paar maanden later dat hij overleed. Dus zo snel is dat zeg maar gegaan. Aisha's vader is nu een half jaar overleden. En het gemis is nog elke dag voelbaar. Ik heb nu al dat sommige dingen mij gewoon triggeren. Als ik iemand... zie die op mijn vader lijkt of zo, dan moet ik daar meteen aan denken. Of als ik iemand hoor die het hek binnenkomt bij mij thuis, dan denk ik soms heel even van, oh, dat is papa. En dan denk ik, oh nee, dat is papa niet. Over een paar jaar dan ben ik het misschien ook wel gewend dat hij er niet altijd is of iets. En nu heb ik dat wel nog heel erg. Vraag me echt af wat hij zou zeggen. Dan zou je zeggen van, ik doe zeg weer aan mee. Dat ik naar Hawaii zou gaan? Hij zou het denk ik heel spannend vinden. Ja. Ook omdat ik dan... Nee, weet je wat de eerste reactie is? Ja, alleen als meisje? Nou, maakt toch wel anders dat er ook anderen bij zijn dan. Ja, als ik helemaal alleen zou backpacken of zo, dat zou die echt niet willen, denk ik. Mijn vader komt uit Marokko, dus daar is alles heel anders. Je bent heel anders opgevoed met hele andere normen en waarden en gewoontes. Mijn vader wilde altijd dat ik een dokter werd. Ik kan helemaal niet tegen botten of bloed of iets. Dus ik probeerde elke keer weer te zeggen, papa, ik word geen dokter. En dat heeft hij ook een beetje uit zijn hoofd gehaald. Maar toen heb ik ooit tegen hem gezegd dat ik criminologie wilde doen. Dat vond hij niet leuk. Ik mocht niet met gevangenen of iets werken. Hij wil niet dat ik met dat soort mensen in contact kom. Ook een roze daar en dan daarvoor doen we een gele. Ja, dat is goed. Oh. Ik zou ook doekjes mee moeten nemen voor de steen. Ik denk nu ook door het overlijden van mijn vader dat ik gewoon... heel erg bij gaat denken van maak ervan wat je wil en doe wat je leuk vindt. Maar ik ben gewoon heel erg aan het zoeken wat vind ik nou eigenlijk leuk? En waar word ik nou eigenlijk gelukkig van?